Deze handleiding bespreekt de batterij van de SmartKey vervangen. Als de batterij moet worden vervangen, neemt het effectieve bereik van de SmartKey af en wordt op het bestuurdersinformatiecentrum het bericht Batterij SmartKey bijna leeg weergegeven. Om de batterij te vervangen, opent u de zijkant van de SmartKey en trekt u de noodsleutel naar buiten. Steek de noodsleutel in de ontvanger. Draai de noodsleutel voorzichtig om de behuizing van de SmartKey te openen. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe met de pluskant omhoog. Raak de platte oppervlakken van de batterij niet aan. Het vocht op uw vingers kan de contacten aantasten. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde in elkaar en zorg dat ze goed vastklikken. Vervangende batterijen zijn bij uw dealer verkrijgbaar. Lege batterijen moeten op de juiste manier worden afgevoerd omdat ze schadelijke stoffen bevatten. Vraag uw dealer of de plaatselijke autoriteiten. Om advies over het afvoeren van batterijen. Meer informatie over deze functie vindt u in het instructieboekje. Neem voor andere informatie of ondersteuning contact op met uw dealer.